Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. We werken steeds harder. Hoogleraar Mark van Veldhoven van Tilburg University over de kritische grens tussen gezond en ongezond hard werken. Stilstaan in de spookfile? Volgens Erlen Dekkers van TNO hoeft dat niet, als we maar naar een app willen luisteren. Sportmarketeer Bob van Oosterhout is mijn compagnon vandaag. Het komend half uur wordt je weer helemaal bijgepraat over het Brabant van de toekomst. Dit is Booming Brabant. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Ja, wij Brabanders zijn harde werkers, maar burn-out en stress kosten ons ieder jaar 400 miljoen euro aan ziekteverzuim. Werken we dus eigenlijk niet te hard? 1 op de 3 files op de weg tussen Tilburg en Eindhoven ontstaat door slecht rijgedrag. Maar nu is er Zoef. Het is een app die ons de weg wijst naar een filevrije toekomst. Minder trainen in de sportschool en toch meer spierkracht ontwikkelen. Het klinkt als doping en toch is het hartstikke legaal. En je start een nieuw bedrijf en je hebt vliegtuigbouwer Airbus als eerste klant. Straks het succesverhaal van Additive Industries. Mijn compagnon voor vandaag is sportmarketeer Bob van Oosterhout. Fijn om jou weer hier aan tafel te hebben. Je hebt nieuws meegenomen. Nou, dit wijst natuurlijk maar op één ding. Ja, nee, het referendum over Oekraïne. Vertel. Ja, Annemarie, kijk, ik word natuurlijk altijd een klein beetje beknopt en opgejaagd in de ouverturen van dit programma, maar daar ben ik een beetje klaar mee. Ik ga alle tijd nemen om dit punt te maken, want dit is eigenlijk de kern van ondernemen wat hier afgelopen week gebeurd is. Ja, nee, het Oekraïne-referendum. En dan zie je dat er heel veel mensen zijn die zeggen, Oekraïne deugt niet, dus moeten we nee stemmen. Er is een andere groep mensen, daar hoor ik zelf ook toe overigens, die zegt Oekraïne deugt weliswaar niet, maar je kunt er alleen iets aan doen op het moment dat je samenwerkt. Of om in de woorden van Johan Cruijff te blijven, je moet met elkaar samenwerken, want alleen ben je helemaal niets. Ik was gisteren in de sportschool van Nicky Holsken en daar speelde zich hetzelfde af. Chef Weber, we kennen hem allemaal van de knockout van Brabant, die traint daar jonge probleemkids. Althans, die zitten er ook heel veel tussen. En heel veel andere sportscholen zouden zeggen van ja, maar hallo, blijf jij maar eens even buiten. Want aan jou ga ik mijn vingers niet branden. Maar chef Weber zegt nee, komen jullie maar eens naar binnen. Want ik kan jullie helpen, ik kan jullie beter maken. En eigenlijk is dat de kern van wat ook in zaken doen heel belangrijk is. Als je echt iets wil veranderen, dan zul je er ook gewoon energie in moeten steken. Oké, we gaan door met ons nieuws. Ja, wat ons opviel is dat we steeds verder durven te gaan shoppen. Steeds verder over de grens, online dan. Dat blijkt uit de jaarlijkse thuiswinkelmarktmonitor. En een paar dingen zijn er dan die dan opvallen. Want als mensen op zoek gaan naar een koopje, dan kopen ze graag op Aziatische sites. Willen ze wat meer kwaliteit, dan gaan ze juist naar Europese of Amerikaanse sites. Het gaat met name om mannen tot 49 jaar. Dus val je net buiten, maar dat is een beetje de doelgroep wat hier aan tafel zit. En hoog opgeleid. Dus ik ben heel benieuwd, ja, is dit herkenbaar? Bob, bestel je veel online? Ja, bij mij is het heel erg herkenbaar. Sterker nog, het is ook de doodsteek, denk ik, voor de middenstand en de winkelier. Want ik was toevallig vanmiddag nog met mijn dochter in de stad. En daar stonden we naar schoenen te kijken. Ja. En mijn dochter zegt gewoon waar de verkoper bij staat van pap, ik wil die even passen. En dan bestellen we ze online, want dan zijn ze 20 euro goedkoper. En ja, daar staat die man gewoon bij. Die denkt bij zichzelf van wat is dit nou voor een praktijk? Als jouw dochter dat zegt tegen jou in de winkel, van ik wil die schoenen, maar die koop ik ze wel op internet. Doe je dat dan ook? Ja, want mijn dochters zijn digitaal nog een stuk verder dan ik. En als zij dat makkelijk vinden, ja, wie ben ik dan om dat niet toe te staan? Dus je maakt de handel kapot? Nou, ik maak de handel niet kapot, want tegelijkertijd maak ik ook de handel. Want er zijn maar weinig mensen die zoveel kopen bij de middenstand als ik. En jullie? Heb je wel eens iets gekocht? Wat koop je dan? Muziekspullen. Ja, en dat zijn echt heel betrouwbare winkels. Ik zie daar weinig problemen mee. Maar dat komt uit het buitenland? Ja, met name in Duitsland zitten een paar hele goede muziek. En jij, Erland? Webshops. Ook muziekspullen voor mijn zoon en sportspullen. En eigenlijk kijk ik er niet naar of het nou een Nederlandse of een buitenlandse site is. Je kijkt meer naar beoordelingen die sites hebben gehad. Je kijkt naar klanttevredenheid. En dan ben je er eigenlijk al. Ja. Oké, dankjewel. Apetrots waren ze, het Eindhovense Additive Industries. Het bedrijf maakte metaalprinters en 2 weken geleden werd de eerste geleverd aan de eerste klant. En dat was geen kleintje. Vliegtuigbouwer Airbus die telde er 1,8 miljoen euro voor neer. En dat is nog maar het begin.
Wij zijn Additive Industries. En Additive Industries is een jong high-tech machinebouwbedrijf. Wat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van 3D metaalprint systemen. Dit is feitelijk waar het proces begint. Dus de operator die legt de bouwplaat op deze tafel. En vervolgens legt hij hem in de machine. En als hij dan daar klaar ligt, dan ligt hij eigenlijk klaar voor de robot om hem eruit te pakken. En wat we hier zien is het opslagmagazijn van de bouwplaten. Daar liggen allemaal nieuwe bouwplaten die we kunnen gebruiken voor het printen. Dus die worden hier uitgehaald en die worden vervolgens getransporteerd naar de bouwkamer waar we de laagjes poeder aanbrengen zodat we kunnen gaan printen. Nou, wat je hier ziet is feitelijk het printproces. Dus nu leggen we een dun laagje metaalpoeder neer en vervolgens komt de laser en die smelt het metaalpoeder aan elkaar. Daar waar we uiteindelijk het product willen hebben. En dat doen we laagje voor laagje. Nu leggen we weer een laagje poeder neer en dan wordt weer met de laser gesmolten. Het laagje voor laagje printen en alleen dat smelten wat we daadwerkelijk gebruiken, zorgt ervoor dat alles wat we niet smelten, dat blijft gewoon poeder. En het poeder zuigen we af op het moment dat de job klaar is. En dat kunnen we gewoon weer hergebruiken. Dus we hebben bijna geen afval. Alles wat kosten toevoegt, wil je vermijden. En wat wij doen is, we hebben die machine zo ontwikkeld dat we minimale uitval hebben, minimale waste van materialen, maar ook minimale handling door operators. Zodat die machine eigenlijk dag en nacht kan draaien 24/7. Dat maakt ons absoluut uniek. We zijn ontzettend trots dat onze eerste machine op dit moment wordt geïnstalleerd bij Airbus AppWorks in Ottobrunn in Duitsland, bij München. Dat is natuurlijk een droomklant. Ja, het heeft ons toch wel blij verrast hoeveel bedrijven geïnteresseerd zijn in deze machine. Dus we waren eigenlijk heel snel voor deze fase uitverkocht. Maar gelukkig hebben we nog een heel aantal bedrijven die hebben gezegd van, nou, we willen heel graag en met jullie verder kijken of we deze machine kunnen gaan inzetten in onze eigen processen. En dat betekent dat we ons geen zorgen maken over vervolgorders op het moment dat we serieproductie gaan starten. Mooi. Daar horen we vast nog veel meer van. Ja, in Nederland werken we hard. Heel hard zelfs. 2/3 van de Nederlandse werknemers die ervaart regelmatig een hoge werkdruk. Mark, heb jij ook last van hoge werkdruk? Regelmatig zou ik willen zeggen. Ja, hoeveel keer in de week? Van de werkdagen? Of juist zelfs thuis? Ik zeg tegenwoordig van, ik heb het druk of te druk. Maar andere standen zijn er nauwelijks meer. Oké, okay. Ja. Erland? Comfort. Gelukkig kan je het ook bij ons afwisselen met veel vrijheid in de keuze van de werk wat je doet. Oké. Okay. Dus dan valt het wel mee. Want als je het zelf kan kiezen, kun je het wat beter hebben, denk ik. Dat denk ik ook. Bob, even kort. Heb jij er veel last van, werkdruk, werkstress? Nee, ik heb eigenlijk nooit stress. Ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit een keer een minuut minder geslapen heb of zo door mijn werk. Het heeft ook alles te maken met het feit dat het je eigen bedrijf is en dat alles wat ik doe vind ik leuk. Mm-hmm. Dus ik ken dit eigenlijk wat minder. Oké. Okay. Mark van Veldhoven, je bent hoogleraar werk, gezondheid en welbevinden aan Tilburg University. Jullie doen onderzoek naar werkstress en de gevolgen daarvan. Hoe erg is het nou? Nou, het is best wel erg, denk ik. Als je naar dit onderwerp kijkt, dan zie je dat als je alles bij elkaar telt, dat het toch voor Nederland zo'n 2,7 miljard kost per jaar om dit hele probleem. Dus het harde werken, maar ook dat mensen daardoor ziek worden, dat ze daardoor hun werk misschien niet goed doen of minder gemotiveerd raken om hun werk goed te doen of uitvallen bij de werkgever. Dus ja, alles bij elkaar een duur iets, maar ook iets waar heel veel mensen echt last van hebben. Ik zit hier met mensen aan tafel die daar kennelijk niet zo door geplaagd worden. Dus maar misschien jij wel, zitten jullie misschien in een goede hoek. Ja, krijg je ook stress van dat onderzoek? Of, onderwijs is wel een sector waar dat regelmatig voorkomt. Ja, want we pakken dit eens even erbij. Dit is een staartje waarin we aangeven waar de hoogste werkdruk ligt bij beroepsgroepen. Managers als eerste, bovenaan. Algemeen directeuren, juristen, vertegenwoordigers en docenten. Ja, docenten die zitten inderdaad wel hoog, maar het zijn wel allemaal hoogopgeleide mensen ja, die er last van hebben.
Waarom hebben zij daar nou meer last van? In de eerste plaats maken hoogopgeleide mensen over het algemeen meer uren. Mm-hmm. Maar we hebben in Nederland ook een heel erg sterke cultuur waar overwerk zeg maar, bij een bepaalde baan hoort. En met name bij managers en mensen in professionele beroepen zie je dat ze heel veel uren maken die niet betaald worden, maar die wel geacht worden bij de baan te horen. Het is wel apart voor Nederland, we hebben ook het laagste aantal uren. Contract. Gemiddelde Nederlander werkt 33 uur, gemiddelde Turk werkt bijna 50 uur per week. Zou je denken dat zij meer stress moeten hebben? Ja, maar dat is kennelijk niet hetzelfde. Dus stress heeft niet alleen te maken met het aantal uren, maar met de intensiteit waarin je dingen doet. Dus hoeveel moet je doen in hoeveel tijd? Maar kun je eens uitleggen, want begrijp me goed, ik heb heel veel respect voor docenten, voor leerkrachten. Maar hoe kan het dat de stressfactor bij hun zo hoog ligt? Want je zou toch zeggen, even kort door de bocht, dat ze relatief gezien niet zo heel veel uren werken. Er is geen, alle vakanties van de kinderen. Nou ja, er is geen commerciële druk. Hè? Ik bedoel, ze hebben geen bepaalde financiële targets waardoor ze heel erg onder druk staan. Dat zie je in andere beroepsgroepen wel. Waar komt dat vandaan in jouw ogen? Ik denk dat de misvatting is dat mensen het onderwijs per se weinig uren maken. Er zijn ook heel veel verschillende soorten onderwijs. Er zijn wel allemaal docenten. Er is heel veel bijgekomen in de loop der tijd van wat je ook allemaal moet doen als je lesgeeft. En een ander ding, de grootste stressfactor, is niet per se hard werken, maar werken met mensen. Werken met mensen is stressvol. Die mensen doen niet wat je wil. Die leerlingen... Je hebt eigenlijk een dubbele baan. Als docent moet je en lesgeven en je moet die kinderen nog aan de gang houden. Precies. Want dan pakken we deze erbij, want hieruit blijkt dus inderdaad ook dat het aantal burn-out klachten bij het onderwijs het hoogst ligt. Ja. Dan communicatie, dan industrie en agrarisch zit een stuk lager. Maar het kost dus 400 miljoen per jaar alleen al in Brabant, zeg maar. Wat moeten we hiermee? We moeten toch gaan verminderen, lijkt me. Ja, maar het gaat er erg om van waar willen we met z'n allen voor betalen. Kijk, die sectoren waar dit speelt, daar moet met weinig mensen veel gedaan worden. Mm-hmm. We willen liefst zo laag mogelijk premie betalen. We willen ook liefst weinig collegegeld betalen. We willen zeker niet 5000 euro per jaar betalen om onze kinderen naar de lagere school te sturen. Of 70.000 euro per jaar, zoals collega's van mij in de Verenigde Staten, om je kind naar een universiteit te sturen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat die mensen die in die sectoren werken, dat die niet dezelfde middelen krijgen als in sommige andere landen om hun werk te doen. Wat heeft dit nou nog te maken, zeg maar, die werkdruk met bijvoorbeeld slaap? Of met die mobiele telefoon die we dag en nacht overal mee naartoe slepen? Dat je daardoor slapeloze nachten hebt. Er is geen verschil meer door die telefoon tussen werk en privé, merk ik in mijn vak. Er zijn bedrijven die daar wel een hold op hebben, toch? Waar je na 8 uur 's avonds niet meer mag werken. Zoals bijvoorbeeld? In Duitsland zijn een aantal bedrijven die daarvoor gekozen hebben dat je echt elkaar 's avonds niet mag mailen. En zeker niet mag verwachten dat je antwoord krijgt. Want dat is ook nog iets, hè? Je kan niet met een mailtje sturen. Maar als het de cultuur is dat je ook verwacht dat je om 9 uur nog... Maar dat zijn grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld Mercedes, geloof ik. Ja, Mercedes, BMW. BMW? Ja. Nou, dat is hopeloos ouderwets. Dat kan toch niet? Iemand verplichten om of verbieden om een mailtje te sturen, ik vind dat hoort toch bij? Nee, joh. Maar het gaat juist om de andere kant van de zaak. Ja. En dat is dat je aan de andere kant ook niet per se hoeft te verwachten dat iemand 's ochtends om 8:30 op zijn werk is. Of dat iemand niet zegt tussendoor van ik ga nu eens lekker winkelen met mijn kinderen. Ja. Dat moet dan ook kunnen. Ja. De kern van de zaak is afschakelen. In termen van stress is het meer de vraag van ben ik 's avonds nog met mijn werk bezig? En zorgt die mobiel dat ik maar ook 10 minuten voordat ik ga slapen als nog kijk wat er dan gebeurt. Als we dus moeten gaan afschakelen, dan gaan we concreet dus minder werken. Dat gaat dan toch ten koste van de welvaart? Daar zit natuurlijk wel een dilemma. Ja. Ja. Dus? Het grote probleem in Nederland is dat we in weinig uren veel willen doen, waardoor we tijd hebben om andere dingen te doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor onze kinderen zorgen, voor onze ouders zorgen. Want ook dat doen we in Nederland heel veel zelf, mm-hmm. in verhouding tot de andere landen. Een collega van mij leeft in Israël en daar gaan kinderen 6 dagen per week naar de crèche. Dat vinden we in Nederland echt not done. Ja, dus je kunt dingen ook anders organiseren, maar dan betaal je op een andere manier een prijs. Okay. En in Nederland werken we graag snel, maar hard. We gaan dus niks inleveren. Dankjewel. Ja. Je zou het een vorm van doping kunnen noemen, maar dan wel eentje die is toegestaan. Want hoe krijg je het voor elkaar om minder te trainen en toch meer spierkracht te ontwikkelen? Klinkt goed, Bob, hè? Goed opletten. De Technische Universiteit in Eindhoven die bedacht een fitnessapparaat waarmee dat kan. Door een trilling toe te voegen aan een krachtoefening wordt het trainingseffect 25 tot wel 100% groter.
Dit fitnessapparaat geeft een bepaald soort trilling mee aan de fitnessoefening. Ze hebben er bij de TUE in Eindhoven 10 jaar om gedaan om dit te ontwikkelen. En het werd onder andere getest bij ADO Den Haag en in verschillende revalidatiecentra. Oh ja, je voelt hem op zijn hoogste punt, voel je hem nu trillen. Ja, want dit is een ramp-up, zo je krijgt maximaal kracht aan het eind van de beweging. Voor sporten, gewone sporten, maar ook revalidatie is heel geschikt. Zo, dit is eigenlijk het apparaat waarmee wij begonnen zijn. We hebben hier een motor, een elektrische motor en een gearbox. En hier aan de bar heb je een aantal sensoren, zo bijvoorbeeld voor kracht. En we hebben ook een positiesensor ingebouwd. En wat het doet, is het trekt naar beneden. Daar krijg je real-time feedback op jouw positie. Dat groene dingetje? Ja, zodat je weet, zo, nu ben ik niet goed aan het doen. Je moet gewoon hier blijven. Stil blijven op een bepaalde positie, dat is het idee. Ja. En wat we deden is de elektrische activiteit van de spieren meten. We kunnen tonen dat met zo'n oefeningen worden ze sneller moe. Dat betekent dat het trainen eigenlijk meer effect heeft. Nog een beetje hoger. Een beetje hoger? Je moet horen. Hoger? Ja. Oh, dat is het piepje hoort. Ja. Oké, dat is wel heel handig. Want hij weet precies, het apparaat weet dus precies hoe hoog jij moet gaan voor die juiste beweging. Ja, we hebben ook mensen voor 8 weken getraind. Ja. Met en zonder deze technologie. Na 8 weken hebben we een kracht gemeten die was 2 keer zo hoog als de andere groep die zonder trilling getraind heeft. Ja, ja. Maar moet ik dan ook zien dat je dan ook 2 keer zo snel een spierbal krijgt? Ja, je kan zeggen, er zijn verschillende voordelen. Als jij met minder gewicht dezelfde kracht kan bereiken, dan eigenlijk kan je minder gewicht gebruiken. En dat is belangrijk, want voor revalidatie kan je niet zo hoge gewicht tillen. Ja. En toch, met zo'n technologie kan je goed jouw kracht opbouwen en sneller revalideren. Maar dit onderzoek moet dan toch ook heel belangrijk zijn voor de hele wereld? Want daar kunnen toch heel veel mensen baat bij hebben? Ja, ja, absoluut. Dat is ook wat wij hopen. We beginnen nu in Nederland en hopelijk gaat het breder worden. Ja. Is dit voor jou, Bob? Ja, ik vind het wel heel mooi. En zeker wanneer het gecombineerd kan worden met een apparaat wat wanneer je een pizza eet, al trillend de verbranding eerder op gang brengt, waardoor je ook veel minder... Ik denk dat het voordeel, dan kan ik meer eten, want dan gaat de training sneller. Zo is het. En zo is het maar net. Oké, ja. Het is fijn hoor, dat we langzaam uit de crisis kruipen. Gevolg is wel dat er meer mensen een job hebben en dat er dus meer mensen de baan op moeten. En dat leidt dan weer tot files. Vorig jaar hadden we al 35% meer files en de komende jaren worden het er alleen nog maar meer. Die files die kosten ons land jaarlijks ruim 800 miljoen euro. Erlen Dekkers van TNO. Jullie onderzoeken hoe dat er minder files kunnen komen. Allereerst, wat is nou het grootste knelpunt in Brabant? De A58 tussen Eindhoven en Tilburg is een weg die volgens mij met stip de file top 10 is gekomen het afgelopen jaar. Ja, hij zit op nummer 9. 1 is Hoek van Holland Gouda, 2 Amersfoort Amsterdam, Utrecht Breda en op 9 dan... Is dat nou volledig te wijten aan de toegenomen drukte op de wegen? Ja, er kunnen allerlei dingen een rol spelen. Weersfactoren kunnen een rol spelen. Als het heel veel meer slecht weer is, heb je ook meer files omdat mensen minder hard kunnen rijden. Ja. Maar even overwegend denk ik is dit gekomen doordat het drukker is geworden op de weg. Drukker op de weg, kleine verstoringen leiden dan al heel snel tot een groter effect. En heb je al snel langere files. En hoe zit het met rijgedrag, als je hier naar kijkt? Ja, rijgedrag, want de A58 staat eigenlijk bekend om, dat noemen ze spookfiles die daar optreden. Mm-hmm. Er is weinig aan de hand op de weg, maar mensen gaan toch remmen. En degene die daarachter rijdt, moet weer iets harder remmen. Degene die daarachter rijdt, moet weer harder remmen. En zo gaat dat stroomopwaarts. En dat kunnen wij heel mooi laten zien. Er vanzelf een file. Ja, want we hebben hier een filmpje van een Japanse cirkel waarin je hoeveel auto's ziet rijden? Ik weet niet aan mijn hoofd, een stuk of 20.
Vertel eens wat er hier gebeurt. Ja, het is een experiment uit 2008, als ik het goed heb. En die mensen hadden de opdracht om... toen ze begonnen, stonden ze op een vaste afstand tot hun voorganger. En om die afstand vast te houden. Nou, het licht ging op groen, de auto's gingen rijden. Ja, je ziet het hier al. Hier rijden ze heel dicht op elkaar. Daar rijden ze heel dicht van elkaar, of heel ver van elkaar af. En als het nog wat langer doorgaat, dan rijden ze dadelijk zelfs op elkaar. Nou ja, daar zitten dus mensen. Mannen en vrouwen in die auto? Nee, dit zijn echt alleen maar mannen. Dat is natuurlijk dat weet ik niet eens, maar ik neem aan dat het mannen en vrouwen zijn. Ja, en als we het dan zeg maar herleiden naar hoe dat er dan op de snelweg uit zou zien, dan krijgen we ongeveer dit beeld. Ja, hier zie je dat wegen aan het begin van de file, dus dat is links op het plaatje, daar is een samenvoeging van wegen. Dus moet er heel veel verkeer door een flessenhals, dus mensen gaan langzamer rijden. Nou, en op een gegeven moment is het zo druk dat je dat daar niet meer op kan vangen met langzaam rijden. Mensen gaan stilstaan en die stilstand gaat weer verder stroomopwaarts. Dat zijn eigenlijk de rode lichtjes die je nu stroomopwaarts ziet gaan. Nou, en diegenen die daarachter komen moeten eigenlijk steeds harder gaan remmen, omdat het snelheidsverschil steeds groter wordt. Ja. En als jij niet weet dat er een file is een paar kilometer voor je uit, dan blijf je met 100 of 120 die kant op rijden. Ja. Dan moet je dus heel hard op je rem. Nou, het is heel handig om de mensen daar een beetje in te gaan coachen. Want jullie proberen met een app het gedrag van mensen te gaan beïnvloeden. De Zoef-app, hè? Deze maand wordt die gelanceerd, hè? Ja. Dus we hebben een primeurtje. En speciaal bedoeld voor automobilisten op de A58. Laten we even kijken hoe dat werkt. Zoef is een app die wij ontwikkeld hebben voor gebruikers die dagelijks over de A58 rijden. Wat wij met Zoef doen is eigenlijk jou adviseren als jij over die weg rijdt. Dus jij wordt al vroegtijdig gewaarschuwd voor opkomende files. Dit doen wij met snelheidsadviezen en wanneer je die opvolgt. Zul je merken dat je minder hard op een file in zult rijden. Wanneer jij die adviezen opvolgt, belonen we jouw goede gedrag. En dat doen we eigenlijk door jouw Zoefies toe te kennen. En die Zoefies is een betaalmiddel wat je kan gebruiken bij winkels en bedrijven rondom de A58 voor leuke kortingen of gratis producten. Enerzijds betekent dat je eigenlijk een heel direct contact staat met de verkeerscentrale, maar ook juist met die gebruikers om je heen. Dus dat houdt in op het moment dat jij op een file inrijdt of hard op de rem moet trappen, dat het kastje eigenlijk al direct de auto's achter jou waarschuwt. En daarmee help je eigenlijk ook de gebruikers die direct achter jou rijden. Oké, zo werkt het dus. Maar hoe weet je nou precies dat welke adviezen er gegeven moeten worden? Hoe werkt dat dan? De auto's die hebben allemaal zo'n kastje. En die sturen gegevens eigenlijk naar een computer toe. Mm-hmm. En die computer ziet dus... Vanuit je telefoon, vanuit je app. Vanuit je telefoon of vanuit een ander kastje. En die computer ziet hoe druk het is op de weg en hoe hard er gereden op de weg. En die kan vooruit kijken, die kan veel verder kijken dan die 1, 2, 3 auto's die jij kan zien. Ja. Nou, en daardoor kan je, als je weet wat er rijdt en hoe hard het rijdt, kan jij over die weg een ander snelheidsprofiel opleggen om te voorkomen dat iedereen maar door blijft rijden en uiteindelijk een file inrijdt. Oké, maar nou hebben jullie al wat proeven gedaan. In 2010 in ieder geval tussen Helmond en Eindhoven. 2014 weer een proef op de A58 ook. Ja. Wat kwam daar dan uit? Werkte dat? Ja, de proeven die we hebben gedaan zijn met een relatief gering aantal deelnemers geweest. Zeg 100 mensen. En dat is te weinig, ja. Om echt effect te kunnen zien op de weg, moet jij veel meer gebruikers hebben. Maar eigenlijk moet per definitie iedereen meedoen. Want er hoeft natuurlijk maar een handjevol figuren in zo'n file te staan. Die daar agressief tussendoor rijden. Ja. Ja, en dan houdt het op. Dan ben je... Dat zou je denken. Maar bij de proeven die wij in 2010 hebben gedaan, zijn wij op een gegeven moment het aantal kastjes terug gaan brengen. En tot pak een beetje 10% van de voertuigen waren uitgerust. En wat je dan ziet is dat de rest van het verkeer eigenlijk meegaat met de snelheid die auto's met wel een kastje hebben opgelegd krijgen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het dus eigenlijk om luisteren. Mensen moeten gewoon doen wat die app zegt. Doen ze dat? Zou jij dat doen? Als die zegt van nou doe nou maar 60, want dan kun je lekker doorrijden. Nee, maar goed, ik probeer. Mijn eerste gevoel is dat ik mezelf niet met een app in de auto zie zitten op het moment dat het gaat om een relatief klein stukje. Ik let ook op, ik zie wat er gebeurt. Je pas je aan. Maar uiteindelijk aan een is file. Het, ja. Dan rij je maar even wat langzamer. Ik bedoel, en zeker niet de combinatie met het sparen van Zoefjes, wat ik net voor aanbiedingen rond de A58. Ja, ik had niet meteen het gevoel van wow, dit wordt mijn nieuwe levensbestemming. Maar als dit nou overal te zien zou zijn, als dit overal zou zijn, want dat lijkt me het hogere doel, toch? Ja, uiteindelijk moet dit meer gebruikt worden. Maar ik denk, kijk, apps in de auto's, dat zie je al meer en meer. Hè? Ja. Navigatie, er waren in het begin ook mensen die zeiden nee, ik navigatie-apps die volg ik niet. Ik blijf maar echt mijn stratenboek trouw. Maar als je dit nou zou integreren in die navigatie, dan heb je toch ook de oplossing, of niet? Dat dit standaard meegaat? Dus dat is wat er op termijn gaat komen.
dat bijvoorbeeld je navigatie ook een snelheidsadvies of een rijstrookadvies krijgt. Maar is dat je merkt dan dat ook... jij ook echt goed wordt op dit programma, hè? Ja, ik word er steeds meer. Moet je kijken, hè? Ja. Ja, is... Annemarie's appjes, BV, gaat er komen dadelijk. Zou dit dan een goede tussenstap zijn ook naar de zelfrijdende auto's? Ja, dit is zeker een tussenstap op weg naar zelfrijdende auto's, ja. De app die is gewoon te downloaden in de App Store of op de Google Play Store. En hoe meer mensen meedoen dus, hoe beter, hè? Dan hebben we er allemaal wat aan. Ja, en als je dan toch aan het downloaden bent, een andere nieuwe app is Shipit. En daarmee kun je als ondernemer ook nog geld bijverdienen. Het is een simpele manier om lege wagens te koppelen aan mensen die iets te vervoeren hebben. Nou, ik heb een stoel hier staan. En ik kan hem niet vervoeren, want ik heb geen aanhanger. Mijn auto is te klein en hij is een beetje te breed natuurlijk. Dus zodoende kwam ik bij Shipit. Shipit is eigenlijk de marktplaats voor het vervoeren van spullen. En dan met name grote spullen die niet duur zijn, maar wel heel duur in vervoer. Dat is eigenlijk de kern van het probleem waar we de app mee zijn gestart. Stel, ik rijd naar Amersfoort toe en ik rijd leeg terug, dan is het hartstikke zonde. Dus die lege kilometers op de terugweg, die worden gevuld met goederen van anderen en daar krijg je voor betaald. Het werkt met een app en dan ga je dus je artikel erop zetten, een rieten stoel. En daarna kun je het gewicht aangeven, de lengte, de breedte en de hoogte. Een rieten stoel en ik doe hier een bod op van 50 euro, want daar wil ik hem voor meenemen. Nou, we hebben er bewust voor gekozen om de app zo te maken dat alleen ondernemers met een geldig Kamer van Koophandelnummer kunnen gaan vervoeren. Omdat die om de eenvoudige reden traceerbaar zijn en dat is ook vertrouwd. Elke aanbieder, dat kan iedereen zijn, hè? Dus dat kan het marktplaatspubliek zijn, maar dat kan ook gewoon een bedrijf zijn die een pallet van A naar B moet hebben. In januari 2015 heb ik een transportbusje gekocht. En ik ben gewoon mijn eigen app gaan testen. En ik ben vol voor het idee gegaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Arnoud. Ik kom de stoel halen. Er rijden in Nederland meer dan 800.000 busjes en bestelbusjes rond. Daar rijdt bijna 50 of 60% van leeg. En aan de andere kant zijn er alleen al op Marktplaats meer dan 190 miljoen advertenties. Dat zijn niet allemaal grote goederen. Maar het zijn heel vaak wel goederen die lastig te vervoeren zijn. Ja, het is het moment van de deeleconomie op dit moment. Het mooie van de app is dat wij automatisch matchen. Dus als jij een plaats hebt aangegeven waar je bent en je bent daar leeg, dan krijg jij je goederen gepusht naar je telefoon. En dat is uniek, want dat doet helemaal niemand. We hebben de primeur, want afgelopen 4 april is de app gelanceerd. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. In totaal hebben we nu 400 vervoerders, dat is landelijk dekkend. De aanbieders van grote spullen, dus ook bijvoorbeeld meubelmakers, die melden zich ook nu. En die zijn we nu langzaamaan aan het matchen met elkaar. Nou, veel plezier ermee. Dankjewel. Oké. Hoi. Ja, mooi idee, toch? Ja, zeker. Nou, we zijn er bijna doorheen. Ik ben wel benieuwd of jullie nou nog extra werkstress hebben gekregen door deze uitzending. Of valt het wel mee? Nou, door deze uitzending niet, want ik krijg hier altijd wel energie van, Annemarie. Goed zo. Erlend? Nou, voor mij is het een beetje een ongewone omgeving om hier te zitten. En dat zorgt op zich al voor wat stress. Voor wat stress. Dus voor mij is dat anders. Heb je er last van, Mark? Nee hoor, ik vond het wel lekker ontspannen. Ja. Nou, gelukkig maar. We zijn er doorheen, heren. Dank jullie wel allemaal. Tot zover deze Booming Brabant. Wil je nou nog iets kwijt? Laat het ons dan weten op Twitter met de hashtag Booming Brabant. Of stuur een mailtje naar boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Volgende week weer een nieuwe dosis business. Heel graag, tot dan.